Een hele goede morgen op deze vroege morgen. Ik heb echt super slecht geslapen. Misschien zie je het ook wel. Eigenlijk valt het nog wel mee. Maar ik ben echt wel best wel moe. Want als het zo warm is, dan slaap ik gewoon heel slecht. Word ik heel vaak wakker. Maar ja, we kunnen daarover nu klagen en zagen. Het is veel te warm, bla 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 bla. Maar anderzijds, als het nu de hele tijd zou regenen of koud zijn, dan hadden we echt ook wel een hele slechte zomer gehad. Dan zouden mensen daarover weer aan klagen. Mensen klagen gewoon graag en het is gewoon nooit goed. Ofwel is te warm, ofwel is te koud, ofwel te veel regen. Dus ja, we zullen het ons daar maar gewoon op houden van, we mogen blij zijn dat het nu mooi weer is. En we zullen maar gewoon van genieten. Wij gaan morgen op Kasteelgekend naar Luxemburg. En daar is ook Eirco, dus ik kijk echt wel heel erg hard naar uit. En er is ook nog een hele grote jacuzzi en zo. Dus het gaat echt wel weer op en top genieten worden. Echt, ik kan gewoon niet geloven hoe hard ik daar naar uitkijk. Je zou denken, jullie gaan heel vaak wel op weekendjes weg en zo. Maar toch, dat blijft altijd ja, spannend. En elke keer opnieuw kijk ik er wel terug naar uit. En dat is echt elke keer opnieuw weer genieten. Ja. Trouwens, we hebben hier nu onze wereldkaart. Met dan tussen ook al de Polaroid-foto's op. Van ver zie je het een beetje waar het dus alle foto's hangen. Het zijn er echt best wel veel. Want ja, onze vorige kader was denk ik 1/4 zo groot en die hong eigenlijk helemaal vol. Maar het ziet er nu zo uit. Hier heb je een heel deel foto's. Super. En hier weer. En hier bovenaan een paar. Niet zo heel veel. En hier heb je er ook nog. En hier het laatste plekje. Het is trouwens een hele leuke foto, vind ik zelf. Die is gemaakt in Tokio. Ik weet niet of je het goed kan zien. Daar is die nieuwe. Met zo'n typische Aziatische tempels. Hoppa. En ik moet wel zeggen, het ziet er toch echt super cool uit. Geef toe, als je het zo bekijkt. En ik heb zo net ook nog onze wasmachine opgezet. Dus ik ben best ook al even druk bezig geweest. Al een beetje aan het opruimen geweest. En ik besef mij ook, ik was nog een cadeautje voor Jenno zijn verjaardag. Ik had een cadeautje voor Jenno zijn verjaardag bij mijn mama laten leveren. Maar wij zelf weg waren en ik ook niet echt waar Jenno wist dat er nog een cadeautje aankwam. En dat was mijn mama dan vergeten op Jenno's verjaardag. En dan hebben we dat gisteren maar meegenomen. Maar nu ben ik dat vergeten gisteren af te geven. Dus ik heb nog steeds een cadeautje voor Jenno's verjaardag. Ik hoop dat hij er blij mee gaat zijn. Het is wel een cadeautje 2 dagen na zijn verjaardag. Maar ik denk dat Jenno wel altijd wel blij zal zijn met cadeautjes. En trouwens, we hebben het gisteren ook al getoond in de vlog. Maar Jenno heeft gisteren ook nog eens 3 Blu-rays opnieuw cadeau gekregen. Echt, hij is eigenlijk een klein beetje wat verwend qua Blu-rays gezien en qua cadeautjes en zo. Maar het is nu eenmaal als je jarig bent, dan krijg je heel erg veel cadeautjes. En moet je goed verwend worden. En moet je allemaal leuke dingen doen. En dat hebben wij dus ook gedaan. Hij heeft best nog wel veel cadeautjes gekregen. En ik denk dat hij er ook wel een leuke verjaardag heeft gehad. Wat hoop ik toch in ieder geval. Ik heb toch wel geprobeerd om er toch een fijne dag van te maken. En ik vond het zelf toch ook wel een leuke dag. Ik had jullie ook nog beloofd om geregeld een update te geven over de Ylonn producten. Ik gebruik ze nu denk ik ongeveer een 10 à 12 dagen ongeveer, schat ik. Ik weet dat niet meer zo precies. Ik heb het niet echt getimed hoe lang ik het nu gebruik. Als je zo bekijkt zie je echt wel mijn benen zijn veel gladder. Weg met de rode bultjes. Ik heb nergens ook nog ingegroeide haartjes naar mijn idee. Ik heb hier nog wel 1 rood bultje, maar dat is eigenlijk een klein ja, littekentje geworden van vroeger. Door een ingegroeid haartje trouwens. Maar voor de rest, ja, ik ben eigenlijk best nog wel tevreden. Hoewel ik moet wel zeggen, aan mijn benen gebruik ik het nu langer. En ik ben het nu ook hier zo aan mijn bikinilijn aan het gebruiken. Dat klinkt een beetje raar, maar uit de lijn misschien. En daar heb ik dat vooral eigenlijk in de zomer heel veel ingegroeide haartjes en zo van die rode bultjes. En daar ben ik nu sinds 2-3 dagen aan het gebruiken. Maar daar gaat het echt ook al wel opmerkelijk beter. Daarvoor gebruik ik trouwens de even het productje erbij halen. Maak dus Ylonn rakken. Dus zo'n helende kamferolie staat erop. En dat is zo met zo'n rollertje. Je gewoon heel gemakkelijk een heel klein streep moet zetten. En heel goed uitwrijven. En dan gaat het beter. En als ik mij scheer, ik heb vandaag trouwens ook nog mijn benen geschoren. Dan gebruik ik deze cream. Scheergel, dat is van Alba Botanica. En hier gebruik ik dan ook nog de kiaar, de scrub en de peeling. Die heb ik ook vanmorgen nog eens een keertje gebruikt. Die gebruik ik eigenlijk voor het scheren. Wat dat dan toch ook wel zorgt als je ingegroeide haartjes hebt ofzo, die dan eventjes wel loskomen. Dat ook zo al je dode huid weggaan. En ja, ik ben echt super tevreden daarover. Het is echt zo de eerste zomer dat ik echt zo trots durf rond te wandelen zonder rode beeldjes aan mijn gegroeide haartjes. Dus het is echt wel een verademing, echt waar. Ik ben zo blij dat ik dat, eigenlijk ontdekt heb. En ja, het voelt gewoon heel erg goed. En ik weet ook gewoon dat de bikinilijnen voor een paar dagen ook wel weer helemaal... zonder eigenlijk dat ik de rode bultjes gaat zijn. Ik weet trouwens ook niet waarom dat het eigenlijk enkel in de zomer is. Ik begrijp het ook niet, volgens mij heeft dat ook wel met het warme weer een deel te maken ofzo. Maar ja, het gaat dus wel beter. Ja! We hebben trouwens ook, dat ik hier in onze woonkamer sta, besef ik het ineens. Sinds dat we dus onze verandering in onze woonkamer hebben, zoals hier de landkaart en hier de Starbucks-tassen en zo, hebben we ook besloten om toch net iets meer frisse lucht binnen te laten. We hebben hier zo'n vliegenraam in staan en we laten tegenwoordig ook onze grote gordijnen open. En dat zorgt er ook gewoon voor dat er veel meer licht in onze woonkamer is. Dat vind ik persoonlijk veel prettiger en Jenno trouwens ook. En dan zit die bot hier aan zijn bureau te werk. Die thuis echt super rommelig is. Dan heeft hij best wel veel licht door hier dan de raam. We wouden trouwens kunnen buiten kijken. We kunnen kijken van hieruit naar het terras van Magio, die ons koffie en ons theehuisje. Ik heb het daar straks ook al verteld aan jullie. Ik heb dus nog een cadeautje voor Jenno zijn verjaardag. Hier is die. Dus ik had het aan jou afgeven. Dankjewel. Nog een cadeautje. Ik was eigenlijk dat je dat vergeten bent. Hè? Ja, maar het was bij mijn mama aangekomen. En mijn mama ging dat meebrengen naar hier. En zij was het in haar auto toen vergeten. En ja, gisteren was ik het vergeten af te geven. Dus kijk. Ik ben heel benieuwd wat erin zit. Het voelt als iets toch wel best zwaar. Bam, bam, bam. Het zijn precies losse items, dus het zijn verschillende dingetjes. Zelfs is het stuk, hè, met zo je gewiebel en zo. Wel, ik ga het gewoon uitpakken. Ja. Ik weet echt niet wat het zou kunnen zijn deze keer. Meestal kan ik het soms al raden, maar nu echt niet. Nee? Gelukkig. Zo spannend, zeg. Wow. Ik denk het al te weten. Het zijn volgens mij boekjes. Ja, zie je wel. Kijk. Het zijn boekjes van Donald Duck. Mooi. Boekjes open. Kijk, leuk. Heel tof. Echt heel tof. En ik denk dat je ze allemaal nog niet hebt, hè? Ik denk het... ja, nee, ik heb ze nog niet aan. Ik heb ze deze nog niet. Ja. Ik heb ze gecontroleerd. Ja, maar ik was niet zeker of ik ze allemaal wel kon vinden in huis. Heel leuk. Echt tof. Ja, die boekjes die lees ik graag, hè. Ja. Ik ben al zo plotseling, een paar weken geleden ben ik daarmee begonnen met die boekjes aan te kopen en te lezen. En ik vind echt, ja, ik lees heel graag en ik lees graag korte verhalen en dat is eigenlijk ideaal, want ja, strips natuurlijk, hè. Dus kijk, zie je, dat is het. Ja. En dat is heel grappig, dit kan je niet krijgen in België, dus waarschijnlijk heb je dit uit Nederland moeten bestellen. Nee, Bol.com gewoon. Bol.com is een Nederlands bedrijf, dus heel fijn, ik ben er echt wel blij mee. Ja, gelukkig. Ja. Het is niet de bedoeling dat ik ze allemaal ga verzamelen, want er zijn eigenlijk te veel van die dingen. Dus ik ga ze niet een collectie gaan leggen, ja, maar af en toe zo eens een pocket lezen, dat vind ik echt tof. Ja. Heel leuk, dank je. Alsjeblieft. Het is de eerste keer dat ik er eigenlijk aan denk, maar we hebben hier in onze zaak hebben we zo een hele grote groene muur. Ja, en wie YouTube een beetje kent, die weet dat je met een groene muur iets heel erg grappigs kan doen. Kijk, ik zal eventjes deze dingen hier weghalen. Zo. Wacht, hè. Als het goed is, kunnen we met een groene muur nu een andere achtergrond maken. Zullen we dat eventjes doen? Oké, dan gaan we nu eventjes naar de Noordpool. Oh, dat is hier koud, zeg. Amai, amai, amai. En dan gaan we nu naar Amerika. Disneyland. Disney World. En nu zitten we bij Jolien. Amai zeg, net echt. Dat is ook gewoon echt. Dit is geen green key. Wat vind je van onze green key? Ik wist dat jij dat al een keer gezet, omdat we een keer met de kikkergroene muur hebben en dat is ook dat als green key. Dus, kunnen we veel leuke dingen mee doen. Ja. En ik weet niet of jullie het nog goed herinneren, maar een paar vlogs geleden waren Thibaut en Stefanie hier op bezoek. En toen heeft Jenno zo een hele rondleiding hier bij Giotti gegeven. En kijk, hier zijn ze opnieuw. Ja, Toen komen we opnieuw met eigenlijk mama en papa hier iets drinken. Hè. En jullie waren een paar dagen geleden ook in Blankenberg, toen wij in Blankenberg waren. En toen waren jullie ons eigenlijk aan het volgen, maar je vond ons niet. Nee. Want kijk, als we dus ergens zijn, dan posten we op Insta-stories waar dat we bijvoorbeeld zijn. Dus dan proberen jullie ons te vinden, maar het is niet gelukt. Ja. Maar kijk, nu zien we elkaar hier opnieuw natuurlijk. Heel tof dat jullie langs gaan. En jullie hadden ook een hele leuke tekening bij, wacht hoor. Ja. Dat is ook even te tonen in de vlog. Ja. Kijk. Een tekening met het Guilty logo op. Ook nog een loonbandarmbandje. En ook nog zoiets voor aan een sleutelangertanger. Leuk, echt super tof gedaan. Dankjewel. Oké, voor jullie ben ik dus niet echt weg geweest, maar ik ben dus eigenlijk wel weg geweest. Ons koffienastiage Guilty is momenteel gesloten. Ik ben net ook nog naar de voedselverzorgster geweest en ik zie er echt wel heel erg debiel uit, al zeg ik het zelf. Kijk. Dus door heel veel rond te lopen, hier in Guilty als koffienastiage heb ik allemaal ja, eelt en droge stukjes en wondjes en loshangend vel gekregen zelfs aan mijn voeten. Echt allemaal heel vies. Ik vind het zelfs vies om zo te moeten vertellen eigenlijk. Maar dat heeft ze nu net vandaag een heel deel ook al aan het afsnijden geweest. Dus zou het toch al ietsje beter moeten gaan, maar het doet echt wel pijn nu. Dus als ik nu rondloop ben ik echt zo aan het manken tot en met. Dat zou wel normaal eens beter moeten gaan, dus daar kijk ik echt al enorm naar uit. En we moeten ook nog eten, het is nu 20:30 s'avonds, maar het is ook nog eten. Ik ben hier ook nog eten aan het klaarmaken. Oh man. Echt, jongen. Waarom heb je zoiets eigenlijk aan je voeten? Echt, het zou veel leuker zijn als je gewoon een lichaam had waar je nooit pijn aan had of nooit problemen mee had of zo die dingetjes. Maar het is elke keer wel iets opnieuw. Wij gaan trouwens vanavond Mexicaans eten. We eten tacos. Dat is ons favoriete eten en heel gemakkelijk. En vooral ook heel snel gemaakt. En dat vind ik nu wel heel prettig. Dus nu ben ik even de rijst aan het pakken. En dan gaan we die in de pot doen met kokend water. En dan ook nog het gehakt. Het vlees voor Jenno dus. En voor mij mijn vegetarisch vlees. En dan kunnen we dadelijk gaan eten. Trouwens tacos zijn dus zo'n dingetjes. Zoiets. Dat vind ik weer lekker. En daar is trouwens ook Jenno. Vind je het er zielig uitzien? Ja. Oh. Ja. Dus eigenlijk, ik vind het er niet echt zielig uitzien. Het doet vooral veel pijn. Dat kan jij nou niet voelen natuurlijk. Ik hoop gewoon dat het morgen beter gaat zijn voor ons Kasteelgekend. We gaan op Kasteelgekend. Dat heb ik al verteld. Ah, de kijkers is te talen. Ga je een bikini meenemen? Ja, ik heb een nieuwe bikini. Ik heb dat gisteren ook al verteld. Maar ik kan hem straks eventjes ook tonen aan jullie. Want ik weet eigenlijk zelf nog steeds niet wat het eruit ziet. Dus daar kan ik het even bekijken. Hier is die dan, mijn nieuwe bikini. Ik vind hem dus eigenlijk zelf wel heel mooi. Hij heeft zo, ja, ribbeltjes op de cup. En hier zo, ja, zo ruitjes. Ik vind het echt wel iets hebben. Zo ziet dus de achterkant eruit. Dus eventjes een duimpje omhoog als je hem mooi vindt. Ik vind hem echt wel heel tof. Ik ben ook blij dat we morgen dus ook in het Kasteelgekend ook nog zijn maat hebben. Dus kan ik hem alvast in één keer gebruiken en uittesten. Ik moet echt wel eerlijk toegeven, ik vind hem echt wel super mooi. Ik heb hem trouwens aangekocht op AliExpress. Hij komt dus van China. En ik had eigenlijk niet verwacht dat hij zo goed ging zitten. Ik heb wel een maatje extra large moeten nemen. Zeker qua cup had ik dat wel nodig. Want de Chinezen hebben gewoon heel erg kleine maten. Dus XL. En dan past hier perfect zo. En hier ook. Ja, ik ben trouwens echt wel heel dik geworden hoor. Zeker nu tegen het einde van de avond. Dus hier ben ik best wel eigenlijk opgezwollen altijd. Hier nu trouwens ook onze vlog afsluiten. Als je het leuk vindt, dus zeker als het duimpje omhoog. En bekijk zeker ook onze vlog morgen en de komende dagen. Want we gaan op Kasteelgekend en we gaan helemaal leuke dingen doen. Ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.